Welkom, mijn naam is Ingrid Britsia en ik ben sinds 2006 gids in de prachtige stad Delft. Het rijke verleden is in het middeleeuwse Delft door de eeuwen heen nog steeds duidelijk zichtbaar. Aan de hand van beelden en verhalen neem ik u graag mee langs historische plekken, idyllische grachten met zijn prachtige panden en een indrukwekkend marktplein. Er zijn vele verwijzingen naar datgene waar de stad beroemd om is geworden, zoals Delfts Blauw, historische banden met het huis van Van Oranje en natuurlijk de kunstschilder Johannes Vermeer. Met ruim 770 jaar is Delft een van de oudste steden van Holland en dankt haar naam aan het woord delven, het graven van de oudste gracht, de Oude Delft. In het midden van de 13e eeuw kreeg Delft al een zekere vorm van zelfstandigheid in de vorm van stadsrechten, verleend door de toenmalige graaf van Holland. Dus voor vele handelaren en ambachtslieden werd het aantrekkelijk om zich in deze stad te vestigen. En zo groeide en bloeide deze stad van nijverheid en markten binnen één eeuw uit tot een omvang die het tot in de 19e eeuw zal houden. Laten we beginnen in het centrum, op een van de grootste en gezelligste marktpleinen van het land. Met aan de westzijde het stadhuis, vier eeuwen geleden ontworpen door de beroemde architect Hendrik de Keizer. Als u goed kijkt, ziet u dat dit stadhuis is gebouwd rond de romp van een oude toren, het Steen genaamd. Oorspronkelijk was dit de gevangentoren van het grafelijk hof. De moordenaar van Willem van Oranje kreeg hier in 1584 een stevig verhoor, waarna het slecht met hem afliep. Dat hier in de middeleeuwen al recht werd gesproken, kun je nog steeds zien aan het beeld van vrouwe Justitia boven de hoofdingang van het stadhuis. Vandaag de dag vergaderen hier nog steeds de burgemeester en haar wethouders. Overal langs de randen van de markt vindt u kleine winkeltjes waar het beroemde Delfts Blauw wordt verkocht. Door de VOC-scheepvaart naar de oost kwamen de Delftenaren in de 17e eeuw al in contact met Chinees porselein, wat men hier zo goed mogelijk probeerde te imiteren. Het werd een enorm succes voor 32 fabriekjes in Delft, een florerende branche. Sindsdien is het Delfts Blauw nationaal en internationaal een zeer gewild product. Tegenover het stadhuis staat de Nieuwe Kerk. Hier werd Willem van Oranje begraven en sindsdien bevinden zich hier de grafkelders van het Nederlands Vorstenhuis. Het monumentaal grafmonument voor Willem van Oranje werd ontworpen door Hendrik de Keizer. De kerk bezit tevens 17 gebrandschilderde ramen waarop Bijbelse en Nederlandse verhalen zijn uitgebeeld. En de toren, 376 traptreden om te beklimmen, geeft een schitterend uitzicht over Delft en zijn ommelanden. Dat andere belangrijke grafmonument in de Nieuwe Kerk is van Hugo de Groot. Deze geboren Delftenaar was een briljant jurist, geroemd tot ver over onze landsgrenzen. Hij is de bedenker van het moderne volkenrecht. Toen hij op 11-jarige leeftijd aan de Leidse Universiteit ging studeren, werd hij daar begroet als de opvolger van Erasmus. Hij schreef in zijn leven meer dan 80 wetboeken en vele verhandelingen op allerlei gebied. Deze alleskunner werd door de Franse koning niet voor niets het wonder van Holland genoemd. Zijn politieke vijand was prins Maurits, die zette hem gevangen op slot Loevestein, maar de slimme Hugo wist te ontsnappen in een boekenkist. Het orakel van Delft, zoals de Delftenaren hem zelf noemen, wordt geëerd met een groot standbeeld op deze markt. Via de Voldersgracht loopt u in westelijke richting naar de visbanken. Hier wordt sinds het begin van de 14e eeuw al zeevis verkocht. Over de brug naar links komt u bij de boterbrug. Delftse boter was van een uitzonderlijk goede kwaliteit en werd in het Delftse boterhuis opgeslagen en verhandeld.
en boter van een mindere kwaliteit, die men hier natuurlijk ook aan de man wilde brengen, kreeg een plaatsje op de boterbrug. Hartelijk dank voor uw interesse in deze wandeling in Delft. U kunt mij of een van mijn collega's boeken. En hopelijk tot ziens!